Voilà. Dag allemaal, welkom Stappen met Stijn online. De podcast, Life Stories. En vandaag zijn we te gast niet bij Luc de Wulf, maar met Luc de Wulf. Dag Luc, welkom. Dank u. Wij hebben elkaar net voor de coronacrisis nog live kunnen ontmoeten. Dat was zo, je zei er straks dat waarschijnlijk jouw laatste ontmoeting, live ontmoeting was. Een hele eer om dat te kunnen zijn. Maar voor degenen die dat Luc nog niet kennen, ik ga misschien heel eventjes een kleine korte introductie geven. Luc heeft pedagogische wetenschappen gestudeerd al een hele tijd geleden aan de Universiteit in Leuven. Heeft daarna bij KBC Verzekeringen gewerkt. Sowieso als bank en verzekering. Als opleidingsadviseur, organisatieadviseur. Daarna terechtgekomen bij Kessels en Smit. Ik moet er straks maar een beetje meer over vertellen. Ik ga het gewoon heel even kort schetsen. En dan eigenlijk medeoprichter geweest bij Kessels en Smit. En over heel de wereld gereisd, met heel interessante mensen in aanraking gekomen. De Appreciative Inquiry. En positieve psychologie en strength-based development. Zo'n aantal dingen waar dat je heel veel uit hebt geleerd. En in 2009 heb je je eerste boek geschreven. Ik kies voor talent. Ik heb hier ergens, ik heb hem klaar liggen. De toolbox, voor degene die... Maar ik even reclame maken aan Luc, mag wel, hè. Dus, en in 2015 heb je afscheid genomen van Kessels en Smit. En ben je nu helemaal zelfstandig, volledig rond talent bezig. Ja. Klopt, hè? En burn-out. En burn-out. Ja. Zeker en vast. En in deze tijden, toch wel een heel, heel boeiend topic. We zitten nu midden in de coronacrisis. Maar voor leer, we gaan het daar straks eventjes over hebben, hoe dat je talent en die burn-out in die coronacrisis kunt aanpakken en hoe dat, wat jouw mening en jouw gedachte daarover is. Maar misschien eerst eens, Luc, talent is jouw passie. Wanneer dat ik jouw filmpjes daarover zie en wanneer dat ik jou daarover zie spreken, dat komt daar zo gelijk. Dat is jouw talent. Hoe is talent jouw talent geworden? Ja, er zijn veel aanleidingen, hè. Maar één heeft te maken met... met mijn opleiding en mijn schoolse ervaringen. Misschien moet ik daar even mee beginnen. Hè. Ja. Dus ik ben opgegroeid in Ieper, de oorlogsstad. Ik heb veel muziek gespeeld daar, ook onder de Medepoort. Hè, onder andere voor de paus, moeder Teresa. En dan hadden andere mensen. Dus die oorlog en die stad en die cultuur hebben mij natuurlijk ontzettend beïnvloed. Ik ging naar de lagere school. En in de lagere school ging het goed met mij. Ik was primus. Maar toen kwam ik in het middelbaar onderwijs, in het college in Ieper. En in het eerste jaar had ik 73%, in het tweede jaar 70%, in het derde jaar 68%. Tot 55% in het laatste middelbaar. En ik was gezet voor fysica, aardrijkskunde, wiskunde en chemie. En ik kreeg een telefoontje van de klastitularis dat ik niet verwacht werd op de diploma-uitreiking. En mijn vader die was oud-leraar van die school. Je kunt je voorstellen dat het niet zo'n fijne sfeer was in de familie de Wulf toen dat nieuws kwam. Ja. Ze hadden mij ook afgeraden om universiteit te doen. En want die jongen doet wel zijn best. Het is een brave jongen, maar die moet dat toch niet doen. En ik heb toen een jaar kine gedaan. Mijn vader was kinesist. En ik wist op die leeftijd echt niet wat kiezen of wat doen. En ik was grandioos gezakt. En ik ben uit geweest. Mijn intrinsieke motivatie werd niet aangesproken door die studies. En ik wist nog niet eens wat intrinsieke motivatie was. En dan ben ik getest geweest op de dienst voor studieadvies door een mevrouw, Mirjam van Akker, die een standbeeld heeft gekregen, die spijtig genoeg gestorven is. Een mevrouw die zich ontzettend veel ingezet heeft in Leuven voor heel veel mensen. En ze heeft mij getest. En op het einde van die dag kwam ik bij haar en ze zei, meneer de Wulf, u bent een dikke ezel. Ik zeg, ja. Ja, zegt ze, je bent een dikke ezel. Omdat op basis van alle testen blijkt dat jij tussen een percentiel 70 en 80 zit op een vergelijkingsgroep van hogeschool- en universiteitsstudenten. Dat betekent, meneer de Wulf, dat je elke richting aan kan aan deze universiteit, als je dat maar wil. En dat was de allereerste keer in mijn leven dat iemand tegen mij zag, of tegen mij zei, dat ik misschien wel meer kon dan ik zelf dacht. En toen zei ze, meneer de Wulf, wij denken op basis van uw testen, dat pedagogische wetenschappen wel eens iets voor u zou kunnen zijn. En ik las die brochure en ik ben begonnen en ik was er in de eerste zittijd door met hakken over de sloot. Ja. Ik denk dat 64% dat was tot bijna 10% meer dan de resultaten in het laatste jaar
in mijn middelbaar onderwijs. En het feit dat die mevrouw mij gezien heeft in mijn talent, mijn potentieel gezien heeft, dat ze daarin geloofd heeft. Maar het feit ook dat ik iets gevonden heb die intrinsieke motivatie aanwakkerde, ja, dat heeft me doen openbloeien. En toen heb ik ontdekt dat ik een talent heb die nu onderdeel maakt vanuit onze referentiekader. En dat is de uitblinker als ik dat wil. En dat betekent van, als ik ergens voor gemotiveerd ben, dan is de sky the limit. En dan moet het absoluut, absoluut goed zijn. Maar als ik ergens niet voor gemotiveerd ben, en die motivatie bij mij werd niet geactiveerd in het onderwijs. Want je noemt jezelf ook een talentenfluisteraar. Wat? Je noemt jezelf een talentenfluisteraar, ja, ja. Als titel. Was die mevrouw Mirjam van Akker jouw talentenfluisteraar? Ik denk het wel. Ja. En coach avant la lettre, als het ware. Ja. Maar ook Joost Loïc, hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit van Leuven, die heeft mijn potentieel gezien. Jozef Kessels, oprichter van Kessels & Smit, dat zijn zeer bepaalde mensen geweest in het zien van mijn talent. En waren zij voor jou ook inspiratoren in die zin? Of waren zij louter mensen die jou hebben begeleid in een stap verder te zetten? Dus mensen die ik noem, dus Joost Loïc, dat was mijn promotor aan de Universiteit in Leuven. Wat ik fantastisch vond van die man, en daar heb ik nog altijd veel contact mee, is dat Joost, die nam mij au sérieux als student. Ik was in licentie, tweede licentie, en ik kwam bij hem op zijn kantoor en die nam mij au sérieux. En die begon associatief met mij te praten over het vak. En waardoor ik het gevoel had van, ik zit hier als gelijkwaardige persoon op de tafel. En de andere persoon, Jozef Kessels, die heel inspirerende dingen heeft geschreven. Onder andere, je kunt niet leren tegen je zin. Je kunt niet tegen je goesting leren. Hè. Nee. Mensen leren omdat ze iets willen, omdat ze iets willen bereiken, omdat ze een passie hebben. Dus heel veel van wat ik schrijf, van wat ik doe, is geïnspireerd ook door hem. En een andere persoon is Ferre Lavers. Ferre Lavers, hoogleraar bij het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs in Leuven, die eigenlijk wat mij betreft een voorloper is in de positieve psychologie, die al in de jaren 70 en 80 dingen schreef, die pas rond de eeuwwisseling in die positieve psychologie ook naar boven kwamen. Als je zo... Ja, je hebt nu toch al wel een mooie carrière achter de rug en er komt er ongetwijfeld nog een heel verlengstuk aan. Wat waren zo voor jou de bruggen waar dat je zo hebt moeten overspringen, als er die al waren? Of de weerstand dat je misschien op sommige momenten gevoeld hebt? Die extra miles, wat waren dat? Welke momenten waren dat voor jou? Ik werkte bij KBC Bank en Verzekeringen. Als opleidingsadviseur, dan ook als organisatieadviseur. En op een bepaald moment was er een soort kruispunt. En dat kruispunt was van, ofwel groei je door hier in de bank. Maar dat betekent dat je af en toe van rol zal moeten verwisselen. Dat je andere functies zal moeten opnemen. Ik had daar heel goede evaluaties en beoordelingen. Ik had er ook heel fijne contacten. Dus ik dacht, moet ik hier nu blijven of niet? En toen heb ik samen met een collega-psycholoog die daar ook werkte, Mark Kongenaar, de stap gezet om zelfstandig te worden. En je komt echt uit want het was voor de bankencrisis van 2000. We hadden eigenlijk een schitterend loon, prachtige vooruitzichten, promotieuitzichten, winstdeelname. En dan word je zelfstandig. En dan een klein kantoortje. En dan begin je als zelfstandig adviseur. De eerste 6 maanden hebben we ons geen loon uitbetaald. En dan, als de telefoon dan klonk, dan zeer, zeer enthousiast de telefoon opnemen. En dan bleek het de broodjes te zijn die geleverd waren. Dus dat waren heel spannende tijden. Maar het is net in die periode dat ik, toen ik nog bijna niks verdiende als zelfstandige, de keuze heb gemaakt om het leertraject SIGO te volgen. Een programma van de KU Leuven en de Universiteit in Limburg, van Hasselt, de Universiteit Hasselt, waar ik een opleiding heb gevolgd van 50 dagen, waarin het heel veel ging over procesbegeleiding, over organisatieontwikkeling, en die mij toen in Cleveland heeft gebracht. Omdat ik een uitwisseling zit met studenten van Cleveland. En in die groep zat ook een collega, Luc Verheijen, die later mijn collega geworden is bij Kessels & Smit. En ik heb heel veel avonturen meegemaakt met hem, door ontzettend veel naar de Verenigde Staten te reizen. Dus dat was een eerste moment.
En is dat moment dan, voelde je toen van ja, ik moet hier zelfstandig worden en wat heb ik hier te doen zodanig dat ik hier toch niet in elkaar zak? Of, ja. Maar dat heeft te maken met die intrinsieke motivatie. Hè. Ja. Ik was toen ook redacteur van een Nederlands vaktijdschrift waar ik heel veel publiceerde over die motivatie. Dus ik had een heel duidelijk gevoel dat ik iets te doen had. Dat roeping was. Ik heb die stap gezet. En wat ik belangrijk vind aan de definitie van ondernemen. Hè, voor mij is de belangrijkste onderdeel in ondernemen is voor mij risico nemen. Ja. En risico nemen, dat betekent een stap zetten waarvan dat je niet weet waar je gaat uitkomen. En waarin dat je de angst en de eenzaamheid met je moet meenemen. Mm-hmm. Omdat als het niet lukt, er wel 100 mensen klaarstaan om te zeggen van kijk eens, ja, hij werkte bij een bank, die had een schone job en hij dacht van allee, ik ga hier zelfstandig in zien. Het is mislukt. Ja. En als het lukt, staan ze aan de kant ook te applaudisseren, maar niet in die mate. Dus, onder is risico nemen. En dat betekent ook, zoals ik zei, die angst kunnen hanteren van het ondernemen. Ja. En wat heeft jou daarin geholpen, in het hanteren van die angst? En dan het effectief uiten van die roeping, gelijk dat je dat zo mooi verwoordt. Ja, optrekken met professionals, waar ik enorm naar opkijk. Ja. Die Mark Koenenmaker is nog altijd een topper en een hele goede collega. Heel snel die Jozef Kessels. Hè. Jozef Kessels als hoogleraar, die was consultant bij KBC Bank en Verzekeringen. En die kwam op een bepaald moment naar mij toe en die zei, Luc, zegt hij, ons vak is topsport. En als je te lang wacht om een volgende stap te zetten in je loopbaan, dat kun je niet permitteren als topsporters. Topsporters moeten stappen vooruit zetten. Ja. En dat is iemand die mij echt wel gestimuleerd heeft om die stap te zetten. En die mij ook altijd op de achtergrond ondersteund heeft, gezien heeft, gestimuleerd. Er altijd was op momenten dat ik het niet zag zitten. Ja. Een beetje een echte mentor, een levensmentor. Ja. Also, Joost Loewika en Jozef Kessels noem ik mijn twee professionele vaders. Hè. Mensen hebben echt een zeer belangrijke rol gespeeld. Ja, mooi. En hoe heb jij voor jezelf ontdekt dat jouw roeping was? Mensen kunnen jou daarin stimuleren. Is dat iets wat je van binnen... Wat wel zo is bijvoorbeeld als ik iets wil weten over David Kolb, dan neem ik het vliegtuig en dan ga ik er naartoe. Okay. Ik wil dingen uit eerste hand horen. Ja. Bij mij is het ook heel simpel, als ik iets hoor en het raakt mij, dan weet ik het ook. Hè. Ik zeg altijd, ik lees weinig boeken omdat ik ze schrijf en ik hou niet van lezingen, daarom geef ik ze. Hè. Ja. En dat is omdat ik hou van lezingen, maar het aantal mensen die mij echt in de kern raken, dat zijn er niet zoveel. Maar als ze mij in de kern raken, dan weet ik, dat moet ik daar iets mee doen. Ja. En om een voorbeeld te geven, ik denk dat het 2007 was. Was er een conferentie in de Verenigde Staten in Florida, in Disneyland. Mijn kinderen waren toen klein en die snapten niet dat papa naar Disneyland mocht en zei niet. En dan, op 2 dagen tijd, wie kwam er daar op het podium? David Cooperheider, Ron Fry, 2 toonaangevende mensen in de wereld op het vlak van appreciative inquiry of waarderend onderzoek. Barbara Fredrickson, toonaangevende onderzoeker in de positieve psychologie. Marty Seligman, oprichter van de positieve psychologie. Csikszentmihalyi. En Marcus Buckingham. En ik, okay, ja. Ah, daar vliegt er ook ergens. Ik heb wel dat ik dat vertel, want 8-9 mensen die centrale inspiratoren zijn in alles wat ik doe, die kwamen allemaal op 2 dagen op dat podium. En ik ga dat nooit van mijn leven vergeten, want toen kwam alles voor mij samen. En toen heb ik ook beslist dat ik mijn boeken kies voor mijn talent wil schrijven. Oké. Het is echt een tocht naar inspiratie en inspiratoren en ja, mensen waar dat je kan aan optrekken. Ja, maar even goed heb ik het met jong talent. Dus ik kan, bijvoorbeeld er is iemand, een collega van mij, Niel van Meeuwen, van Kessels & Smit. Mm-hmm. En die wou stage doen bij ons en op 20 seconden had ik door zo van, die heeft het. Er was iets wat mij raakte in zijn excellentie. Ja. En dat is een jonge collega, ik heb die opgeleid, ik ben mentor geweest van hem. Ja. Maar eigenlijk zijn die op veel vlakken ook mentor van mij. En er bestaat er ook een woord voor, hè. Ze noemen dat reverse mentoring. En reverse mentoring, dat zijn de oude die door de jongen worden gementerd. Hè. Of dat zijn de mensen
met veel ervaring, die heel veel bijleren van mensen met relatief weinig ervaring, maar die dingen toevoegen die zij niet hebben. Ik word geraakt door excellentie, en dat is natuurlijk heel subjectief, maar excellentie die verband houdt met mijn eigen passie. Wat leer jij nu nog van de jongere generatie, Luc? Ik leer ongelooflijk veel. Weet je, ik heb al in mijn loopbaan misschien 45 studenten begeleid in een stage van universiteiten, van hogescholen. Mm-hmm. En studenten liggen aan de basis van alle innovatie die ik ooit heb kunnen creëren in mijn job. Mm-hmm. En de kunst is, als je een student hebt, dat je die student niet vraagt om te doen wat jij hebt bedacht. Maar dat je bij de student op zoek gaat van wat is er uniek aan die student? Ja. Wat is de passie van de student? Wat is het talent van de student? Waar loopt die warm van? En dat je een opdracht creëert die maakt dat de student op zijn best is en dingen kan toevoegen die jij nooit zelf zou kunnen ontwikkelen. En dan gaat het over het bedenken van interactievormen, de manier waarop social media bij mij zijn geïntroduceerd, dat is via een student gebeurd. Het netwerk van de kindertalentenfluisteraars is via een student gebeurd. Zoveel dingen komen. En ja, dat is zo leuk om van die jonge mensen te leren, maar ook die energie te ervaren. Ja. Is dat op zich een talent dat nieuwsgierig zijn? Is dat een talent van jou? Het nieuwsgierig zijn en het voortdurend zoeken en willen leren? Ja, maar dat is misschien een beetje raar. Maar ik vind leren om te leren, dat vind ik echt een zeer onaantrekkelijk idee. Ik ben niet iemand die leert om te leren. Ik ben wel iemand die leert omdat ik iets wil bereiken. Ja. En als ik iets wil bereiken, en als ik voel van dat wil ik, dan ga ik leren in functie van datgene wat ik wil bereiken. Ja. Maar ik ga niet leren om te leren. Ja. Dus, En is dat iets wat je nu wel vaak ziet in deze maatschappij, het leren om te leren? Ja, je hoort heel veel over het onderwijs en uitval en jongeren die niet meer passen in het onderwijs. Wat is jouw visie en jouw talent daarop? Ja, want je hebt leren om te leren, je hebt leren leren natuurlijk. Ja. Hè? Dus, uiteraard is leren leren belangrijk. Maar er is zo'n uitspraak, gras groeit niet door eraan te trekken. Mm. Of you can bring a horse to the water, but you can't force him to drink. Of you can force it to drink. Als je wil dat mensen leren, dan is dat omdat mensen iets willen doen, omdat ze iets willen bereiken. Mm. En dat betekent van, ik heb een droom, en in functie van die droom weet ik dat ik van alles ga moeten realiseren om die droom te bereiken. Mm. En uiteraard ga ik van alles moeten leren om datgene te doen om die droom te bereiken. En dat was ook het centrale concept in een van mijn eerste artikelen in Nederland, waar ik het onderscheid maakte tussen creatieve spanning, iets heel erg willen, taakspanning, iets willen doen om datgene wat je wilt realiseren op poten te zetten, en leerspanning, datgene wat je wil leren, om datgene te kunnen doen om je droom waar te maken. Ja. En in het onderwijs worden kinderen heel vaak verwacht om heel veel te leren, terwijl de vraag van wat wil je daarmee doen, wie wil je worden, wat wil je doen in je leven, niet vooraf gesteld wordt. En bij veel leerlingen is dat geen probleem. Maar heel veel leerlingen die uitvallen, zijn leerlingen die intrinsieke motivatie nodig hebben om te kunnen leren. En dat is een heel groot vraagstuk. Is dat een vraag die je jezelf ook nog vaak stelt? Wat wil ik nu bereiken? Als je met een nieuw boek begint? Is dat een constante vraag eigenlijk? Bij mij is het eigenlijk eerder anders. Er komen bij mij zo gespreid over een jaar 6, 7, 8 of 9 ideeën op waar ik heel enthousiast van word. En die liggen natuurlijk in de lijn van mijn persoonlijke missie. En mijn persoonlijke missie is mensen die zich niet bewust zijn van hun potentieel, bewust maken van hun potentieel. Dat is heel helder. Dat wil ik doen voor mijn pensioen. Maar in die lijn komen er allerlei ideeën op. En soms blijft zo'n idee een tijd lang in de koelkast liggen. Bijvoorbeeld, ik ben nu bezig met een theaterstuk te maken in Nederland rond talent van kinderen. Dat gaat fantastisch worden. We hebben al een try-out gehad. Dat idee had ik al 5 jaar. Ja. Ik wil ooit een kinderboek maken. Het heeft 6 jaar geduurd tegen dat kinderboek er lag. Ik heb heel veel van die dromen. En dat idee is uitgedacht en dan ligt het er. En op het moment dat de opportuniteit zich stelt, of dat het klimaat goed is, of er is iemand die naar mij toe komt, die mij kan helpen om dat idee van de grond te krijgen, dat gebeurt het. Zo gebeurt dat bij mij. Het klinkt alsof dat je zo... Dat vraagt ook wel heel veel geduld en vertrouwen in hetgeen waar je mee bezig bent en daar geen forcing in doorvoeren. En dat is hoe langer ik
hoe langer ik daarmee bezig ben, hoe meer ik dat geduld kan opbrengen. Dat was misschien weer een spirituele inspiratiebron. Maar een van de gedachten die mij inspireert is van, als je in jezelf kunt zien wie je bent, wat je kan, hè, wat jouw talenten zijn. En als je ook kunt accepteren dat je bent wie je bent en dat je ook niet bent wie je misschien wel zou willen zijn. Hè. Maar dat je kunt koesteren en accepteren, dit is wie ik ben, dit is wat ik kan. En als je dan start om dat te geven en te geven en te geven, zonder iets terug te willen, en het geduld opbrengt van te blijven geven, dan geloof ik erin dat er heel veel kan terugkomen. Ja? Natuurlijk, er zijn dingen die ook kunnen overkomen, drama's, ziekte en zo verder. En dan verdwijnt zo'n wijsheid, dan is dat niet meer relevant. Maar ik geloof wel, als je gezond bent, als er geen geweld rond jou gebeurt, en als je vanuit die intentie je ding kunt doen, dat er heel veel kan terugkomen. Wat je aandacht geeft, groeit. Ja, alles wat je aandacht heeft, groeit. Ja, dat klopt. Ja. En hè, bijvoorbeeld, een van mijn talenten is de positivo. Hè, en mensen krijgen soms het verwijt dat ze naïef zijn. Hè, zo van, ja, je hebt het alleen maar over de dingen die goed zijn en die andere dingen, zie jij dat dan niet? Maar natuurlijk zie ik dat. Hè. Mensen die talent positivo hebben, die mensen zien ook voortdurend wat er niet goed gaat. Maar ze hebben een constante aandacht voor wat wel goed gaat. Ze hebben een perspectief in de toekomst, een stip op de horizon, zoals ze dat in Nederland zeggen. En als je je aandacht erop blijft richten en aandacht geeft aan datgene wat er is, dan geloof ik dat je vanuit die dynamiek heel veel kunt realiseren. Ik wil even naar de tijd van nu gaan, omdat dat perspectief, en wat hij zegt, hou een positief perspectief aan, is zo belangrijk, zeker in deze tijden, waarin dat heel veel mensen het perspectief missen, net om al die onzekerheid en die mist dat er nu hangt. Hoe kijk jij daar op dit moment naar, Luc? Wel, ik zit in een luxe positie. Ja. In die zin, ik ben geen werkgever. Ik heb volwassen kinderen. Ik kan een paar maanden zonder opdrachten doorbrengen. Ik heb volwassen kinderen. Ze zijn toch bijna volwassen. Dat betekent dus dat we hier geen huiswerkbegeleiding hebben. Mijn opdrachten zijn tot nul hergeleid. En dat betekent dat ik alle ruimte heb om professioneel bezig te zijn met datgene wat ik wil bezig zijn. Ja. En uiteraard de laatste weken ben ik bezig geweest met de afwerking van mijn nieuwe boek. Maar wat ik wel merk, en bij veel mensen, is dat wij doen verder zoals wij bezig zijn. Maar de hele crisis die speelt op de achtergrond in ons systeem. Ja. In ons systeem is ons lichaam, op de achtergrond gebeurt er van alles. En dat zorgt voor een soort arousal en een soort mist ook in ons hoofd. Mm-hmm. En we kunnen die ontkennen, maar die is er. En die zorgt dat mensen allemaal op een of andere manier daar last van hebben. En ik heb recent een berichtje geschreven op Facebook. Ja. Kijk naar heel die talent. Post. Ja. Dankjewel. Je moet hem zeker nog eens opnieuw posten, Luc. Oh, je mag hem zeker nog eens opnieuw posten. Ah, ja, kijk. Maar wat je ziet, bijvoorbeeld, die talenten die wij beschreven hebben, we hebben er 39 omschreven. Een van die talenten is het talent bezige bij. Hè? Mensen met talent bezige bij, ze zijn altijd bezig van 's morgens tot 's avonds. Als ze veel hebben gedaan op een dag, zijn ze content. Als ze niet veel hebben kunnen doen, zijn ze ambetant. En op de weg naar de zetel, als er nog wat onkruid ligt, dan gaan ze nog opruimen voor ze in de zetel gaan zitten. En dan zetten ze nog eens de vaatwasmachine aan om het gevoel te hebben dat er nog iets gebeurt in het huis. Ja. Nu, mensen met talent bezig erbij, wat gebeurt er in deze tijden? Ze gaan dat talent gaan overdrijven. En ik zeg dan soms heel oneerbiedig, onder stress wordt de bezig erbij een kip zonder kop. En dat betekent, de bezig erbij die kijkt nu rond en die ziet zijn of haar partner in de zetel zitten. En die zegt, wat zit jij nu in de zetel? Zou jij nu niet iets kunnen doen? Is dat nu wel nuttig wat jij aan het doen bent? Dus wat doen ze? Ze gaan hun eigen talent gaan opleggen aan de anderen. Ja. Mensen met talent bewust te bewegen, dat zijn de mensen die nu vooral behoefte hebben aan yoga, aan mindfulness, aan meditatie, aan in de natuur zijn. En dan zeggen ze, maar moet ik mee naar buiten komen? Dan gaat het zo ontspannen van buiten te zijn. Ja, hè, dus de meetrekker, hè, dat zijn mensen die graag anderen overtuigen. Ja. Die gaan discussies voeren, die gaan harder botsen, die gaan van alles vinden. En dat zorgt natuurlijk wel voor irritatie. En de kunst is om, als je je geïrriteerd voelt,
door je partner bijvoorbeeld, om te blijven zien dat er achter dat overdrijfgedrag een talent zit. Nee. En ook mildheid toe te passen. Maar dat is niet altijd simpel. Nee. En wat is voor jou een... Want je hoort het vaak, hè. Ze worden tientallen blogs zijn met adviezen en tips gegeven om zacht te zijn voor jezelf. En wat wil jij de luisteraar meegeven om mild te zijn voor jezelf wanneer dat je merkt dat je in die overdrive van je talent zit? Ja. Wel, bijvoorbeeld iets wat ik merk en waar ik ontzettend veel respect voor heb, is voor ouders die nu met jonge kinderen thuis zitten. En dan hoor ik bijvoorbeeld ouders die gedreven professionals zijn, die met performance bezig zijn, of die bezig zijn met op het werk vanuit hun passie dingen te doen, dat die dan thuis zitten en dat die voelen dat ze dat niet leuk vinden om met die kinderen dat huiswerk te begeleiden. Dat ze veel liever met een passie, met een bezig zouden zijn. En dat ze zich dan ook gaan schuldig voelen. Schuldig voelen van, ik ben geen goede mama of geen goede papa, dat ik het nu niet kan opbrengen om de hele voormiddag die kinderen te begeleiden met het huiswerk. En daar zit ik dan, in mijn eigen werk maak ik dan het verschil tussen wat een competentie is en wat een talent is. Ja. Een competentie is iets wat je goed kan, maar waar je batterijen niet door oplaat. En een talent is iets wat je goed kan, maar ook waar je batterijen door oplaat en die maakt dat de tijd vliegt. En als ik het daarover heb, zeg ik altijd van, je kunt je verantwoordelijkheid niet ontlopen. Hè? Ook niet als papa, ook niet als mama. Maar wees mild als je voelt dat je passie niet geraakt wordt door het begeleiden van die kinderen. Accepteer dat gewoon, maar neem wel uw verantwoordelijkheid. Er was dus een meisje na een lezing en die ging naar haar mama en zei ze, mama, ik ga mijn kamer niet meer opruimen, want ik heb daar geen talent voor. Ja, dat is niet de bedoeling. Die kamer moet opgeruimd zijn. En dat betekent dat je moet begeleid worden, heb structuur. En een ander ding is ook, wees mild ten aanzien van die kinderen. Want, ik denk heel veel kinderen, die doen... Wat ik goed vind, is dat er structuur in het leven van de kinderen komt. Doordat ze begeleid worden om dagelijks activiteiten te doen voor de school. Dat snap ik, dat vind ik prima. Maar ik denk dat we niet mogen onderschatten wat de impact is om te horen dat, zoals in mijn familie, iemand die weet van de papa van een van mijn beste vriendinnetjes, die ligt in het ziekenhuis met corona en die mama is ook al ziek. En wat gaat er daarmee gebeuren? Of in Gent, ik bedoel, iemand van het basisonderwijs in Gent, een meisje die spijtig genoeg overleden is. Dat is een volledige schoolgemeenschap van een volledige stad die daardoor geraakt wordt door dat soort nieuws. Ja. Dat is ook in het systeem van die kinderen. Hè? En als kinderen dan even geen mentale ruimte hebben om te leren, ja, dan is het ook niet goed. Dus ik vind die structuur prima, maar we moeten de lat ook niet te hoog leggen. Heb je dergelijk dit soort van crisissen in jouw leven al meegemaakt, Luc, op een of andere manier? Ach, een externe crisis niet. Hè. Ik weet nog heel goed waar ik was met 9-11, bij wijze van spreken. Maar wat ik wel al heb meegemaakt, ik heb een depressie meegemaakt. En dat is in 2015 geweest. Bijna het volledige jaar 2015 heb ik een echte zware depressie gehad. Geen burn-out. Hè, want ik weet heel goed het onderscheid tussen een depressie en een burn-out. Het licht ging helemaal uit. Ik was te lang, te ver doorgegaan. Ik had de lat te hoog gelegd. Ik had te veel ambities tegelijkertijd. En mijn lichaam wilde niet mee. En toen ben ik echt gecrashed en ben ik lang thuis geweest. En ik vind het belangrijk om dat ook te delen. Omdat ik daar eigenlijk, als ik daar nu terug op kijk, is dat voor mij echt goed onderhoud geweest. Hey, ik heb nu 4 volle jaren echt op hoog niveau, denk ik, goed weer terug kunnen werken. Het is een ramp geweest toen mijn wereld stond stil. Ik kon me niet voorstellen dat ik ooit nog productief zou worden. Maar ik heb uitstekende begeleiding gehad van een psycholoog. En ik denk, ik zou iedereen aanraden om dat ook als een vorm van ontplooiing, van ontwikkeling, van persoonlijke vorming, door je te laten begeleiden op goede momenten door een geschoolde psycholoog. Maar ik heb er ontzettend veel uit geleerd. En ik denk bijvoorbeeld dat geduld, hè, de dingen op mij af laten komen, veel minder gedreven zijn. Ik ben veel minder gedreven. In die zin van dat de constante inspanning, de drive die ik stop in activiteiten, dat is wel afgevlakt. Mm-hmm. Maar de doelgerichtheid is nog altijd even hoog. En ook veel meer genieten van elke stap die ik kan zetten. Ik geniet veel meer van de lezingen die ik geef dan vroeger. Ik kan van de workshops die ik geef, de contacten met de mensen. Ik kan zoveel meer genieten dan vroeger van al die momenten. En is dat dan omdat je daar... Ja, wat maakt dat je daar losser in staat of meer in flow in staat? Is het,
Is dat de rust die dat over jou is neergedaald? Of... Oh, er is een ander moment die mij daar aan moet denken. Ik heb ook een zwaar auto-ongeval gehad. Hè. En ik ben op de snelweg tussen Antwerpen en Breda om 120 km per uur tegen een stilstaande vrachtwagen gebotst. Ja. En mijn auto was per totaal. En ik ben echt in het donker geweest. Hè. Ik zag die vrachtwagen op mij afkomen. Ik ben in het donker geweest. En dan, een moment later, gaan mijn ogen weer open en mijn auto staat op het andere rijvak met de neus in de andere richting. Allemaal auto's die stilstaan voor mij. Maar ik ben van mijn leven nog nooit zo rustig geweest als op dat moment. Hè. Ik ben met vertrouwen in dat donker gegaan. En dat heeft mij ook zo het vertrouwen gegeven van, het komt goed. Ja. En ook zo van, ik heb overschot, ik had al dood kunnen zijn. Want in de garage zeiden ze van, die hebben nog nooit een auto zien terugkomen, waarvan de chauffeur een paar dagen later die kon komen bekijken, die er zo erg aan toe was. Dus, en ik had niks gebroken, echt niks. Ik had maar natuurlijk wel een tijd thuis geweest om te herstellen. Maar toen heb ik het zo het vertrouwen ten diepste gevoeld. En dat ben ik niet meer kwijtgeraakt. En is dat een vertrouwen vanuit dankbaarheid dat je toen hebt ervaren? Of dat je er dan toch mocht zijn? Of daar bent doorgekomen? Of... Ja. Weet je, je hebt het gedicht van Erik Vriet. Hè? Het is wat het is, zegt de liefde. Hè? En ja. Dat is mijn absoluut favoriete gedicht. Het is wat het is. Je kunt de dingen niet forceren. De dingen overkomen nu. Het enige wat je kunt doen is vertrouwen hebben. Wat mij betreft ook een punt in de horizon van iets wat je heel erg belangrijk vindt, waar je naar streeft. Of waar je zegt van ja, elk moment wat mij gegeven is in mijn leven om eraan te werken, ga ik dat doen. En als het stopt, stopt. Dus dat vertrouwen heb ik. Het is, sommigen kunnen dat misschien omschrijven als een soort van fatalisme, maar dat hoor ik helemaal niet bij jou. Het is meer voluntarisme. Het is meer zo van, ik wil de tijd pakken. Ik ben niet iemand die elke dag bezig is met de vraag van, ben ik nuttig bezig geweest? Hè? Ben ik zinvol bezig geweest? Ik geloof ook ongelooflijk in het belang van lummelen. Hè? Dus een van mijn adviezen zou zijn nu voor veel mensen, alsjeblieft, ook professionals hè, die nu zonder werk zitten, hè, lummelt. Want de inspiratie die mij overkomt in mijn leven, komt altijd op momenten dat ik er niet aan het denken ben. Ja. Op momenten van leegte, op momenten van frustratie, op momenten dat je aan niks aan het denken bent, dat je aan het fietsen bent, of dat inspiratie komt op momenten die niet gepland zijn. En als je tijd vol plant met allerlei activiteit, dan laat je de inspiratie voor het nieuwe niet toe. Dus lummelen. Een mooie tip in deze... Ja, lummelen en niks doen. Mm. En kunnen omgaan met het feit dat het is wat het is. En lummelen betekent ook uw ambetant voelende hand lummelen, zei hij. Dat is inclusief. Dus, dat is een herkenbare. Ja, het is dat. En want toen ik het begin zelfstandig was, dat was een grote uitdaging. Toen had ik een collega, en Luc Verheij, mijn collega, zei ik van Luc, ja, ik heb nu 3 dagen gepland om te werken aan een nieuw project. En ik zit nu thuis. Ik zeg, ja, wat ik dan doe, is ik sta dan op. En dan hak ik de gazet gaan aan en dan lees ik de gazet. En dan is de gezet gedaan en dan ik ga nog een beetje koffie zetten. En dan begint je, doet je computer open, je leest je mails en denkt van ik ga verse soep maken. En je rijdt naar de Delhaize, je gaat verse groenten gaan halen, maakt je soep. En voordat je het weet, is je dag voorbij. En in het begin voelde ik me daar heel schuldig voor, hè, voor dat soort dingen. Maar ik heb al geleerd ook dat het net dat soort momenten toelaten is, die zorgt dat op bepaalde momenten je tot schitterende ideeën komt. Mm. Zeker als je in een creatieve job zit. Mooi. Lucje, we gaan onze tijd is bijna op. Ja. Je hebt nog een heel mooi project op stapel staan. Je bent met iets heel, heel mooi bezig. Talent en de liefde. Ja, ik ben net klaar met het manuscript schrijven van Kiezen voor de liefde. Een boek het over... lijkt zoiets iets onmogelijk, hè? Want talent wordt altijd aan een professionele context gelinkt. En dus ik ben wel benieuwd hoe dat je het vertaalt naar een privé of een relationele, emotionele context. Wel, ik heb een groep van 50 koppels aangeschreven, waarvan velen hebben gereageerd om te vertellen hoe die talenten interageren in een relatie, een partnerrelatie. Ja.
En dus een eerste deel van het boek gaat echt over de interactie van die talenten. Het tweede deel van het boek gaat echt wel ook over de burn-out-problematiek. Namelijk over hoe je ook uitgeblust en uitgeput kunt raken in de relatie, zodat je in een soort relationele klem terechtkomt, waarin je het gevoel hebt dat die andere moet veranderen en niet wil veranderen. Dus daar gaat het even goed over. Maar in het begin van het boek is mijn stelling dat je getrouwd bent met je positieve illusie. Dat betekent dat, of dat je samenleeft met je positieve illusie, en dat betekent, en dat is gebaseerd op Amerikaans onderzoek, dat de ene partner in een relatie een positiever beeld heeft van de kwaliteiten van de andere partner dan die partner zelf heeft. Dat noemen we een positieve illusie. Oké. Okay, je hebt een rotte gehad en uw liefdevolle partner zegt van kom aan, dat is toch niet erg. Allee, kom aan, mensen kennen u toch wel en mocht je toch wel een keer een fout maken. Hè? Een negatieve illusie betekent van eindelijk hebben ze toren op uw werk dat er niks met u aan te vangen valt. En dus dat betekent dat een positieve illusie trekt mensen aan. Maar dat betekent ook dat je naar die talenten van die ander op een hele positief, complementaire en aanvullende manier gaat kijken. Op het moment van negatieve illusie ga je vooral ergeren aan de talenten van je partner. En zo heb je soms koppels waarvan je zegt van vroeger, hè, die keken in elkaars ogen, de liefde stroomde eruit, die konden alleen maar positief voor elkaar praten. En nu hebben die geen goed woord meer voor elkaar over. Hè. En de subtitel die ik daarvoor gebruik is van en toen werd de prins terug een kikker. En dan moet er opnieuw gekust worden, neem ik aan. Ja, hopelijk door dezelfde persoon of door iemand anders. Ja. Wanneer komt het boek uit, Luc? Eind mei. Ja. Eind mei. Net voor de zomer. Sowieso altijd tijd om een boek te lezen. Ja, dat is. Ik heb nog een laatste vraag voor jou, Luc. Als je je testament zou opmaken, mm-hmm. wat zou je nog willen nalaten? Of... Eigenlijk ben ik al content. Ja. Ik ben echt... En dat is ook denk ik ook een reden waarom ik zoveel rust heb. Ik ben eigenlijk ongelooflijk tevreden met wat ik heb kunnen doen. En ik denk van, in alle tijd die ik nog heb, wil ik nog veel meer van hetzelfde doen. Ik heb nog heel veel ideeën. En ik denk gewoon... Ik ga binnenkort een TED-talk geven. We zijn bezig met een brede beweging van kindertalentenfluisteraars. Dat het recht is van elk kind ter wereld om zich gezien te voelen in wie het echt is. En dat het niet gaat over presteren of uitblinken of de beste zijn. Maar gewoon, wie ben ik? Wat zijn mijn talenten? En dat er mensen zijn die daar met heel veel respect en waardering naar kijken. En kinderen helpen om de veerkracht en de weerbaarheid te ontwikkelen om met eisen om te kunnen gaan. Zo'n hele mooie quote is van, niet elk kind kan een ster worden, maar elk kind kan wel fonkelen en schitteren. En ik denk dat dat een belangrijke gedachte is. Dat is een hele mooie om je af te sluiten. Ik zou hem zelfs naar, niet alleen voor kinderen laten gelden, maar voor elk mens. Ja. Hoeft geen ster te zijn, maar kan fonkelen en schitteren. Yes. Ik wil je heel, heel hartelijk bedanken, Luc, voor dit heel aangename gesprek. En jouw boek komt uit in mei, dus laat zeker horen wanneer het in de boekenrek ligt of wanneer dat bij bol.com is dat dan, zal het zijn als er nog coronatijd is. De website van de uitgeverij Lano in België. Voilà. Dan kunnen we het daar ook vinden. Dank je wel, Luc, en graag tot een volgende keer. Ja, dank je.